stacks on the back, look like Max sitting on 28. No, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe commentaries. Ja, eigenlijk Q&A hier op mijn kanaal natuurlijk. Het is vandaag maandag dat jullie die Q&A te zien krijgen natuurlijk. Want ja, ik upload hem ook maandag en ik neem het ook op maandag. Je zal het wel een beetje aan mijn stem horen. Ik ben echt fucking verkouden en ik heb afgelopen 2 dagen alleen maar van die lekkere groene klodders in mijn keel zitten. En ik word er echt helemaal gek van. En ik kan mijn eigen liefst wel je kop even afhalen. Even een paar dagen rust hebben, maar ja, dat gaat hem ook nog niet worden natuurlijk. Ik had al wat gameplays klaar liggen en zo. Dat heb ik gewoon ja, geüpload, zoals Good Party Gun Game en dat soort dingen. Maar ja, het houdt een beetje op laatst. Dus ik dacht bij mezelf, nou, ik heb nou gewoon wel zin om op te nemen en zo. Ik weet niet hoeveel ik ga uploaden vandaag. Ik doe mijn best in ieder geval, maar in ieder geval lekker deze Q&A. En morgen ook weer natuurlijk een livestream, wat ik al via Twitter had aangekondigd. Op dinsdag en donderdag ga ik dus deze week livestreamen. Om 8 uur 's avonds trouwens. Allereerst wat over de gameplay op de achtergrond. Jullie zien hier een MOAB met de MP7 op de map bootleg natuurlijk. Iets onder de 5 minuten, 4 minuten 55 voor mij uit mijn hoofd, wat ik erbij heb staan. Uiteindelijk haal ik hier 56-4. Op Regular Domination natuurlijk. En ik ben hier samen alleen met Remco Power, oftewel The Admiral. En ja, gameplay is al wat ouder. Ik zou het dan eigenlijk eventjes gestuurd aan Paul. Maar Paul had er niet meer nodig. Gameplay. Hij had gelukkig altijd eigen gameplay geregeld uiteindelijk. Dus ik dacht bij mezelf, nou, dan upload ik hem lekker voor deze Q&A. Mijn excuses. Maar ja, we gaan gewoon door. Ja toch, het leven bestaat ook gewoon uit doorgaan. We zullen doorgaan, maar ja, we gaan over lekker naar de Q&A vragen natuurlijk. Vergeet niet even het blauw duimpje omhoog te geven. Dat moet weer gewoon richting 200 likes kunnen, vind ik gewoon op een Q&A. En laat natuurlijk ook je vraag weer achter voor mij. De eerste vraag van Freek Lammers. Nice fit fish. Q&A, wat heb je liever bij wijven? De reet of de tieten? Klinkt een beetje van wij reetieten. Klinkt een beetje zo, maar maakt niet uit. Maar wat vind ik leuk? Wat vind ik lekker? Wat zou ik lekker vinden? Nou, ik vind het allebei wel wat hebben, weet je. Maar ik vind het ook lekker om lekker kont vast te houden, zeg maar. Lekker onder de. Nou ja, oké. Deze mensen weten niet wat ik bedoel, maar helemaal. Maar misschien ook wel. Ja, toch? Maar in ieder geval, ik vind de kont lekker. En ik vind het tieten ook erg lekker. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Maar die moeten wel niet te groot zijn en ook niet te klein zijn, zeg maar. Dus, en net zoals een kont trouwens. Je wordt ook niet gek als je van die hangende, van die lapjes hebt zo aan de achterkant. Nee. Teun Junior, denk ik dat het staat. Q&A, wat vind jij dat je zelf hebt ontwikkeld op YouTube gebied? Denk aan editing skills, creativiteit enzovoort. Nou, ik ben zeker verbeterd natuurlijk in 3 jaar, dat mag wel. Anders zou ik echt niet, ja, dan zou het echt nooit wat worden. Maar ik denk dat ik de laatste tijd best wel veel editor in. De ene keer wat meer dan de andere. Het ligt ook een beetje aan wat voor video het is natuurlijk, hè. Met FIFA edit je gewoon meer, GTA edit je meer. Korte edit vind ik zelf minder edits beter erin eigenlijk, zeg maar. Ik zie wel eens bij sommige kanalen dat ze alsnog stukjes geknipt hebben, zeg maar, in kort video's. Ja, moet ook wel bij je passen, denk ik. En ik vind het, af en toe vind ik het vervelend dan om bijvoorbeeld als je naar een gameplay zou kijken, vind ik het lastiger om te kijken, zeg maar. Ik vind het niet lekker om te kijken. Dus, ja. Maar in ieder geval, qua editing ga ik in ieder geval een stuk vooruit. Ik kan steeds meer, ik doe steeds meer, dus dat gaat beter. En creativiteit, ja, dat is af en toe wel lastig natuurlijk. Creativiteit moet je ook zomaar natuurlijk gewoon hebben. Je kan niet zo zeggen van, hé, ik ga nu dat doen. Ja, soms heb je dat wel eens, hè. Dat je ligt wel eens in bed en denkt, hé, Eureka, dit is het. Maar, ja, het blijft wel lastig. Vind ik vooral met kot, blijft lastig, creativiteit. Volgende vraag van Luc Gamer. Q&A. Als je nu zou darten, wat zou ongeveer je average zijn van 3 pijlen? Nou, zal ik eerst uitleggen dat voor de meestal als je op tv kijkt en zo, dan is de gemiddelde zeg maar tussen de 90 en 110. Hè? Een beetje grof gezegd, dus eigenlijk rond de 100. Als ik zou darten,
Nou, we deden altijd een 21 darter spelletje. En als je 21 darts uitgooit, tenminste een leg uitgooit in 21 pijlen, gooi je ongeveer 60 gemiddeld per 3 pijlen. Maar dat haalde ik niet. Dus zal net onder zitten. Ik denk zo tussen 50 en 60. En dat lijkt weinig, maar dat is echt niet zo slecht hoor. Van geloof me. Het is echt niet zo slecht. Maar ik denk toch rond. Nou, ik heb ook wel pieken van 80 inderdaad. Maar. Of in ieder geval, die had ik. Of ik het nu heb, dat weet ik allemaal niet. Maar. In ieder geval. Denk ik rond de 60. Zal ik het zo zeggen. Volgende vraag van Robert Naan, die ook weer een dart vraagt. Q&A. Wat vind je van walk-on girls die met de darten meelopen? Visje bent baas. Thanks, jij ook. Wat vind ik van walk-on girls? Walk-on girls zijn die meiden die zeg maar de darter begeleiden naar het podium toe. Hè, als ze met muziek omkomen. Nou, sommige vind ik wel echt lekker eruit zien, zeg maar. Maar ja, ik heb wel het idee van dat sommige mensen, sommige vrouwen. Ik heb wel bijvoorbeeld een interview al gezien en denk echt van mezelf, ja, die ziet er ook niet echt heel intelligent uit, zou ik het zo zeggen. Het komt niet echt heel intelligent over. Maar over het algemeen zijn die vrouwen wel. Die mogen ook bij mij meelopen, zou ik het zo zeggen. Ja toch? Dat ziet er best wel goed uit. Echt een goede keuze, zou ik zo zeggen. Volgende vraag. Van Gamer de Stenen. Yo Vis, wie is nou jouw echte YouTube voorbeeld? PS, ik vond het super vet om je te ontmoeten. Bij de Dutch YouTube Gathering en je video's worden steeds beter. Blijven steeds beter worden. Ga zo door, dankjewel. En leuk dat je in ieder geval gezien hebt bij de Dutch YouTube Gathering. Mijn echte YouTube-voorbeeld is natuurlijk gewoon Paul. Dat is gewoon 100%. En ik vind het ook wel leuk om andere YouTubers te kijken. Misschien dat ik er al een keer een filmpje over ga maken. Van, wat kijk ik nou eigenlijk? Maar over het algemeen kijk ik eigenlijk het meeste kijk ik gewoon Paul. En ja, ik gebruik ook soms zelfs dingen hè, van hem. Van hey, hoe doet hij op een bepaalde manier? Hoe doet hij de dingen? En dan probeer ik wel een beetje mijn eigen draai aan te geven. Soms lukt dat wel. Soms lukt dat niet. Maar oh, ja, ik leer wel heel veel van hem, zou ik het zo zeggen. En ik leer ook nog wel van andere YouTubers, maar ja, ik kijk gewoon Paul de meeste. Mijn god, ik krijg er helemaal gek van. Oké, okay, volgende vraag. Van Matthijs Visser, Q&A, ga je naar de E3? Nope, nee, ik ga niet naar de E3. Ik had het wel echt, ik meen het serieus, ik had het echt graag gewild. Maar ik ben gewoon echt, gewoon, eerlijk gezegd, qua Call of Duty begon toch te klein ervoor. Al ben ik wel een van de grootste kanalen van Nederland. Hoe dan ook, hè. Er zijn ook niet echt veel grote kanalen meer in Nederland. Eerlijk is eerlijk. Ik ga wel naar Gamescom. Dat ga ik hier wel naartoe. En ik ga naar Gameforce. En ik ga naar de First Look weer natuurlijk. Eigenlijk ik hier naartoe gaan. Maar in ieder geval Gameforce ga ik naartoe. In ieder geval met David. In de groep. En dan met Paul natuurlijk erbij. En nou, in ieder geval, Gamescom lijkt me natuurlijk ook heel erg vet in Duitsland, hè. Dus in augustus. Dus ik heb daar ook heel veel zin in. En dat, Paul heeft me zelf gezegd van dat Gamescom over het algemeen gezellig is. Omdat je dan gewoon, gewoon gekke dingen meemaakt en zo. Hij heeft een beetje, had een keertje, hij is 2 keer naar Gamescom geweest dan. Maar vorig jaar had hij gewoon echt best wel veel gekke dingen meegemaakt. Gewoon hartstikke leuke dingen. Hij zegt, Chris, dat vind je ook geweldig. En dat is ook 4-5 dagen of zo dat we dan weg zijn. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in, ja. En misschien later, hè, E3. Ja, toch? Misschien volgend jaar of het jaar nog op, weet ik niet. Maar ik moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk. Hè. En jullie moeten natuurlijk blijven kijken. Dat lijkt me ook handig. Volgende vraag van Curit. Q&A. Heb je wel eens dat je Elgato niet lekker loopt? Of dat je hem niet aangezet hebt en hij haalt insane lekkere gameplay. Nou, het voordeel van Elgato software is natuurlijk, tenminste als je hem helemaal niet aanzet, dan ben je natuurlijk een droplul, als ik het zo zeg. Maar ik draai hem altijd gewoon standaard op de achtergrond. En als ik dan ga gamen en ik haal wat, dan spoel ik hem terug. Dat is heel mooi aan Elgato en dan neem ik het alsnog op. Ja, bij live gameplay moet je het gewoon natuurlijk meteen opnemen. Dus ik heb dat soort dingen niet meer dat ik het vergeet, zeg maar, met opnemen. Ik heb wel eens gehad, inderdaad, op mijn oude PC. Dat hij, omdat hij gewoon, ja, de PC was wat trager ervoor. Dat je er dingen skipt, zeg maar. Dat je beelden skipt en dat je beeld vastloopt. En dat je dan ineens gameplay precies een stukje van een seconde ertussen mist. Dus het gaat heel langzaam, gaat je hele gameplay gaat niet meer gelijk lopen. Heel fucking irritant. Dat heb ik wel eens een keer gehad, ja. Maar verder, ik heb verder eigenlijk niet heel veel problemen ermee. Tenminste,
op dit moment. Ik moet eigenlijk een beetje afkloppen. Maar... Volgende vraag van Beast Gaming NL. Q&A. Ga je misschien nog een keer een serie starten op Advanced Warfare? Bijvoorbeeld een Rotom Master op Rankplay. Lijkt me best leuk om te kijken. PS is goede fit. En ga zo door. Nou, eigenlijk is Advanced Warfare is een van de slechtst bekeken dingen op mijn kanaal. En het is eigenlijk bij elk Call of Duty kanaal. Dat Advanced Warfare het slechtst wordt bekeken. En dat komt denk ik gewoon door het feit dat het gewoon een beetje suf en duf is om naar te kijken. Als je zou denken, hè, met dat gejump en zo, ziet het heel spectaculair uit. Maar toch, uiteindelijk, ja, haalt er weinig gameplay haal je. Omdat, natuurlijk heb je met skill-based matchmaking en zo. Natuurlijk op een master rankplay zal het wel anders zijn natuurlijk. En dat is het ook anders. Maar, ja, ik weet niet, het is wel een beetje duf om naar te kijken. En ik vind een rankplay... Op Black Ops 2 was het wel leuk om te doen en zo, maar ik weet niet. Ik denk op Advanced Warfare, nee, niet echt. En als jullie zeggen van, hey, jongen Chris, ik wil graag een serie zien op Advanced Warfare, moet je dat gewoon achterlaten bij de comments. En ja, kom ook met de ideeën, want ja, ik ben af en toe denk ik vanzelf, ja, weet ik echt niet wat ik daarop moet starten. Road to 30 plus of zo, weet ik veel, ja, want dat is al zelfs lijkt wel lastig soms. Volgende vraag van Tim Megaboertje. Nice fit weer. Q&A, ben je ooit gabber geweest? En zo ja, ben je al eens naar zo'n hakfeest geweest? En ik ben nooit naar een hakfeest geweest. Maar ik luisterde wel vroeger dat soort muziek en zo. Niet dat ik een gabber was, maar ik heb wel een keertje mijn haar een keertje zo opgeschoren gehad en zo aan de zijkant en zo. Maar ja, het was niet. Nee, ik ben geen gabber geweest. Gewoon, ik luister altijd. Ik heb altijd alle muziek geluisterd. Zeg maar gewoon lekker top 40 muziek. Beetje trends en zo in de. Eind jaren 90, begin 2000 en zo. Dus ja, ik luister eigenlijk van alles. Maar echt, ik ben dat en dat geweest? Nee, zeker niet. Nou, ik zie dat de gameplay alweer afgelopen is. Ik zou zeggen, jongens, geef dan een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Bye bye.